Hallo iedereen, Gio hier en welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Crystal Dust Nuzlocke. De vorige keer zijn we aangekomen in Azalea Town. En vandaag gaan we kijken wat Team Rocket in zijn schild voert. Laten we kijken naar ons team. We hebben Jaws van level 15. We hebben Rocket van level 15. We hebben Venomo, ook van level 15. En we hebben Flappy, ook van level 15. Want ik heb ze allemaal even snel tot level 15 getraind. Ik dacht dat is misschien wat beter. Ja, laten we het stadje een beetje gaan verkennen en kijken wat, wat er allemaal voor ons te doen valt hier. Did you come to get Kurt to make some balls? A lot of people do just that. Oké, en jij dan, wat heb jij te zeggen? Do you know about Slowpoke Tail? I heard it's tasty. Aren't you glad I told you that? Nee. Eigenlijk niet, want ik wil gewoon de gym in, man. Jij wil vast wat zeggen. Cut through Azalea and you will be in the Ilex Forest. But this skinny tree is making it impossible to get through. The Charcoal's man Pokémon can cut down trees. Oké. Eerst, belangrijk. Laten we even kijken wat hierin zit. We hebben onze tweede White Apricorn hier. Oh ja, we moeten even kijken wat Kurt allemaal te doen heeft. Oh, hij ziet er eigenlijk best wel goed uit. Wauw. Huh, boy, you? Gio, you want me to make some balls? Sorry, but that will have to wait. Do you know Team Rocket? Don't worry, I will tell you anyhow. Team Rocket's an evil gang that used Pokémon for a dirty work. They're supposed to have disbanded 3 years ago. Anyway, they're at the well, cutting off Slowpoke tails for sale. So I'm going to give them a lesson in pain. Hang on, Slowpoke. Old Kurt is on the way. Oh, Celebi. It's a statue of the forest protector. Grandpa's gone. I'm so lonely. Die sprite van Kurt ziet er eigenlijk best wel goed uit. Ik heb even mijn koptelefoon iets meer afgedaan, want het is een beetje lastig voor mezelf om te verstaan. heb ik pokeballs in mijn bek zitten? De controles zijn af en toe zo lastig te zien. Pokeballs 4 en Great Balls 4. Ja, wat ik ga proberen een Slowpoke te vangen. Dat wil ik. Oh, hij ligt. Wauw. Hey there, Gio. The guard up top took off when I shouted at him. But then I took a tumble down the well. I slammed down hard on my back so I can't move. Rats! If I were fit, my Pokémon wouldn't punish them. Oh, it can be helped. Gio, show them how gutsy you are in my place. Moedig dat je het probeert. Oké, onze encounter gaat worden... Nou, het is of een Zubat of iets wat ik al heb in ieder geval. Dus ik hoop een Slowpoke. Dat is de eerste Duke's Claws. Die hoef ik niet. Ik vraag me wel af als ik hier ga vissen wat ik dan krijg. Laten we gaan vissen. Ik ken de encounters niet uit mijn hoofd, dus... Oh, ja, ik heb het. Oké, wat gaat het worden? Onze encounter gaat worden... Nathalie. Het is wel een meisje, dus... Oké, hoe gaan we hiermee om? Ik doe gewoon Water Gun. Oh! Critical hit! Oké. Laten we een Pokéball gaan gooien. Ik neem toch aan dat je hiermee wel een Magikarp kan vangen. Aan de ene kant ben ik wel blij dat ik een Magikarp heb gevangen, want ja, met Gyarados, ja. Weet je, ik had toch een Doopsglas gehad bij de... Nou, ik ben eigenlijk niet blij dat ik een Magikarp heb, want ik ga deze toch niet gebruiken. Want ik ga die Shiny Gyarados vangen, want dat activeert Shiny Claws. En dan heb ik hier eigenlijk niks aan, dus ik kan deze net zo goed dan gelijk... Dammit, weer een Pokémon die ik niet kan gebruiken. Voor nu sta jij bekend als useless.
Want we weten allemaal dat je zo bekend staat. En er zit nog in mijn team ook zeker. Oh ja. Oh. Goed, laten we verder gaan. Team Rocket! John, I was standing guard up top when some old coot... some old coot yelled at me. He startled me so much that I fell down here. Team Rocket! Dat muziekje, dat klinkt best wel gaaf. Team Rocket grunt. Beetje ratata. Nee, dat is echt een gaaf muziekje. Sorry dat ik het zeg. Net als het origineel. Goed, onze Jaws gaat na dit gevecht evolueren. Want ik dacht, ik heb hem toch niet nodig in de gym, dus... Dat was heel slim van mij. Oh nee, hij gaat niet evolueren, want hij evolueert pas op level 18. Dat is waar. Hoe had ik het kunnen vergeten? Oké, ik ga nu Geodude inzetten. Want ik ga niet over mijn level cap proberen heen te gaan dit keer. Rock Throw. Dat moet wel aardig sterk zijn, denk ik. Yep. Wauw, dat Team Magma muziekje er ook echt bij. This is not my day. Dat wisten we al lang, maar dan had je mij niet moeten uitdagen, vriend. Oké, onze volgende... Even kijken hoor. Wat is jouw... Ja, jij bent nog lang niet bij het volgende level, dus ik ga jou even gebruiken. Stop taking deals? Yeah, just try to defeat all of us. Dat was ik ook van plan. Ik bedoel, het is niet zo dat ik denk van laat ik jou eens even je gang gaan, Team Rocket Grunt, met je Zubat. Van level 9. Gust. Tuurlijk ben ik sneller. Tuurlijk moest dit ook weer gebeuren. Goed, laten we Quick Attack doen om het af te maken. Kom op, alsjeblieft. Nee! Oeh, dat is eigenlijk best wel veel. Dat is eigenlijk best wel heel veel. Oké, nog een keer. Yeah! Mooi zo. Ja, ik had eigenlijk vandaag geen zin om op te nemen, dus ik had Max een Destiny laten opnemen. Maar ik dacht van, ik kan net zo goed opnemen en dan kijk ik wel wanneer ik het upload. Dus als jullie het niet op dezelfde dag als de Destiny part zien, dan heb ik hem een dag later geüpload. Ik zet hem in ieder geval online. Oké, jij bent poison, net als ik. Dus ik doe gewoon een Swift. Gewoon omdat het kan. Rap. Ik lust er wel een. Om heel eerlijk te zijn. Nou, ik heb net goed gegeten hoor. Ik heb net shawarma op, dus daar word ik wel blij van. Dus ik heb geen trek in rap. We vinden hier een super potion die we niet nodig hebben. Jij gaat even daar naartoe, want ik ga jou toch niet zo heel veel gebruiken in de gym, neem ik aan. Dus... Quit taking slowpoke tails. If we obeyed you, Team Rocket's rap would be ruined. Nou, dan gaan we het op een andere manier oplossen, hè? Als praten niet genoeg voor je is, dan gaan we vechten. 3 Pokémon? Waarom zoveel? Vriend. Swift. Nee, ik heb de hele dag stage gelopen, dus ik had eigenlijk niet echt de behoefte om op te nemen, maar ik dacht ja... Ik hoef niet zoveel te doen. Ik doe gewoon een iets kortere aflevering misschien maken dan normaal. En dan, ja. Lichlar. Oh god, wat gaan we eraan doen? 1 HP schade. Oh my god. Mensen, zet even in de reacties als jullie denken dat Venomo doodgaat. Denk het niet. Nee. Nee. Oh.
Ik heb een nieuw spel gedownload om te let's playen. Ik ga nog niet vertellen welke. Pas als deze serie is afgelopen, dan zie je het. Het is weer een Pokémon ROM-hack. En jullie zien vanzelf dan wel welke. Jullie mogen natuurlijk altijd proberen te raden welke het is. Niet dat ik het ga zeggen, maar... Oké, jij dan. In Hard Contest of Silver ben je Proton en hier ben je waarschijnlijk gewoon een executive, dus... What do you want? If you interrupt our work, don't expect any mercy. Nee, je bent hier gewoon een grunt, ja. Ik dacht al. Met je koffing. Alsjeblieft geen zelfdestruct, toch? Dat zou best wel slecht zijn. Dit is ook best wel slecht. Moet ik toegeven, want dat wou ik niet. Oh, wacht, poison types kunnen volgens mij niet eens gepoisoned worden, dus. Oké, zo gaat het goed. Het wordt pas gevaarlijk wanneer die zelfdestruct gaat doen. En ik weet niet of die dat heeft, maar... Dan kan ik Venomo ook wel begraven, denk ik. Gelukkig houdt hij goed stand. Crobat en de Crobat-lijn is gewoon een uitstekende Pokémon-lijn. Oh, eindelijk een normale attack. Jezus. Ja, dan ga ik toch Leech Life wegdoen, want het is zo'n zwakke aanval. I'm sorry, mensen. Voor de mensen die Leech Life de meest geweldige aanval ooit vinden. You did it, okay? But wait. Till next time. Ik had het verkeerd voorgelezen, maar niet. Yeah, Team Rocket was broken up 3 years ago, but we continued our activities underground. Now you can have fun watching us stir up trouble. Oh, en toen waren ze weg. Way to go, Gio. Team Rocket has taken off. My back's better too. Let's get out of here. Dat is een goed idee. En nu ga je mijn Pokémon geven, toch? Hey, Gio. You handled yourself like a real hero too well. Wel? Welke wel? I liked your style. I would be honored to make balls for a trainer like you. Oh, get me some balls, man. This is all I have now, but take it. The lure ball. Een van mijn favoriete balls. Gewoon, ik hou van de kleuren. I make balls from apricorns. Collect them from trees and bring them to me. I will make balls out of them. Oké, ik heb er een paar voor je. Toch? Yeah, de... Wat? Wat? Heb ik al deze? Nou, doe eens een pink apricorn dan. Wat? Oh. Ik wou wel zeggen. White dan. Het duurt 1 dag voordat je klaar bent. Kan ik dan niet gewoon hier inlopen en daar eruit lopen en dan... Wat? Waar is die? Oh, hij is ook echt aan het maken. Oké. That my granddaughter is helping me, I can work much faster. Oké, dat is wel leuk gedaan. Leuk detail. Volgens mij is dat in de originele niet zo, maar... Ja? Goed, nou oké, even kijken wat hier te beleven valt. The Slowpoke have returned, but my apprentice hasn't come back from Ilex Forest. Where in the world is that lazy guy? Nou, die zit hier aan deze tafel. Kijk hier, daar, hier. Oké, nou weet je, ik ga mijn Pokémon healen en dan... Dan ga ik de aflevering afsluiten. Ik weet het, dat is een korte part. Maar dat maakt me echt niet uit. Want ik ben pas laat thuisgekomen van stage en ik ben het zat. Dus ik ga lekker iets van douchen of zoiets. En om 8 uur komt er nog een Destiny part online. De eerste guest rol zeg maar op mijn kanaal van mijn beste vriend Max. Oh, dit had ik ook wel even kunnen doen inderdaad. Tell me something. Is it true that Team Rocket has returned? What, you beat them? Quit lying. You're not joking. Then let's see how good you are. Dit was absoluut niet de bedoeling. Over Max gesproken. Venomo. Maar dat komt mooi uit, want dan kan ik gelijk bite proberen.
Zolang ze maar niet level 17 worden, is het niet erg. En dat zal niet gebeuren, hoop ik. In dit gevecht. Bayleaf. Heb ik iets tegen Bayleaf? Ja, zeker. Ik heb Flappy Bird. Volgens mij heeft hij wel synthesis, maar dat maakt niet uit. We kunnen wel met Gust gewoon... Oh, dat doet best wel weinig eigenlijk. Oh nee, Reflect. Fuck. Dit gaat irritant worden. Yup, heel irritant. Oké, ze proberen me echt tactisch uit te spelen hier. Dit is echt vervelend. Max, je bent wel slim. Maar niet zo slim. Wat ga je nu doen? Oh god, straks ga je me nog doodmaken. Dat was geen critical hit. Wat nu? Ja. Wat is jouw defense? 18. En wat is Pidgey's defense? Ook 18. Oh nee, ik moet kiezen. 21. Oh fuck. Oh, ik kan Gust doen en dan Quick Attack. Of ik krijg weer de critical hit. Nee. Oh nee. Niet, alsjeblieft niet gaan. Alsjeblieft. Oh! Wacht. Ik heb een idee. Ik kan gewoon healen, want ik heb geen heal limit. Dus. Potion! En dat was niet slim eigenlijk. Ik moet aanvallen. Oké, de reflect is in ieder geval weg. Oké, nu moet het lukken. Ja, mooi zo. Gelukkig. Wel gelijk level 16, dus je zit wel ook weer over de level cap heen, maar het maakt niet uit. Oh, je hebt ook nog een Zubat. Nou, dan heb ik ook nog iets voor je. Ik heb een Geodude. Hebben ze allemaal wat ervaring gehad? Zijn ze wel allemaal level 16, dus... Dat zal mij echt een worst wezen. Want in de gymleader gevecht maakt het niet uit als ze over de level cap heen zitten. Misschien kan ik dan ook wat trainers overslaan, want er komt volgens mij een dubbel battle in het begin van de gym aan. Die kan ik dan skippen. Yeah! Dat was veel makkelijker dan ik had gedacht. Huh. Useless Pokémon. Listen you, you only won because my Pokémon were weak. Ook dat, ja. I hate the weak. Pokémon, trainers, it doesn't matter who or what. I'm going to be strong and wipe out the weak. That goes for Team Rocket too. They act big and tough in a group, but get them alone and they're weak. I hate them all. You stay out of my way. A weakling like you is only distraction. Gast, ik heb 2 keer van je gewonnen. Ja, jongen. Oké, dan gaan we nu echt de aflevering beëindigen. Is die toch langer geworden als dat ik wil? Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja. Mocht het zo zijn, om 8 uur komt er nog een aflevering van Destiny Online. Dus dan weten jullie dat. Dan ga ik nu echt de aflevering beëindigen. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer bij de Pokémon Crystal Dust Nuzlocke. Bye bye man. Bye bye.